Hallo, lieve YouTubies en Facebookies. Want dit ga ik ook op Facebook zetten. Ik heb het vliegtuig over en ik zit gezellig buiten. Leuk. Ik ga wat opnemen. Nou, hier is het dus weer een nieuw Jepsy Stars Kitchen vloggetje. Een klein vloggetje. Vloggetje. Whatever. Maar niet minder interessant. Ja, ik heb de afgelopen jaren eigenlijk niet zoveel gedaan. Want ja, ik had het begin van het jaar gordelroos. En ja, dat zat helemaal hier. Dus ja. En toen is er tussen januari en maart 20% van mijn zicht afgegaan. 20%. Nee, ik ben van 20 naar 10 gegaan. En ja, goed. In 8 maanden tijd is er wel weer 5% van teruggekomen. Maar ja, het is dus nog niet bij het oude. En editen is een beetje lastig. En video bewerken is ook een beetje lastig. Dus ja, nog niet echt bezig geweest met terminvideo's. Maar meer met herstellen. Hè? Ondanks dat het coronatijd is, had ik eigenlijk best wel veel video's kunnen maken. Maar nou ja, door de gordelroos is dat een beetje erin geschoten. Maar goed, hè, dat komt ook alweer een keertje. Natuurlijk onze jaarlijkse kerstvideo. En wat heel erg belangrijk is. Hè, want ondanks de coronatijd. Ja, ondanks dat ik niet op het Munten van Muziekfestijn heb kunnen staan in Weert. Wat ik elk jaar doe. Ondanks het feit dat ik ook niet in Almelo heb kunnen staan bij het Olala Festival. Wat ik dit jaar had zullen doen. En nou ja, natuurlijk de jaarlijks terugkerende wijkprojecten hier, waar ik meestal ook nog wel het een en ander doe. En nou ja, Ridder Radiodag had ik wel naartoe kunnen gaan, maar daar ben ik niet naartoe geweest. Dat had ik zelf een beetje voor gekozen om dat nou, een beetje op een afstandje te houden. Ook onder andere vanwege het coronavirus, maar ook vanwege geen geld. En nou ja, dat het gewoon heel lastig reizen is als je lang moet reizen. Met een mondkapje op en echt met heel veel zooi bij je. Dat is echt niet leuk. Dat heb ik een tijdje geleden ook ontdekt toen ik naar Amsterdam ging met mijn Theremin. Want, ja, ik heb natuurlijk niet helemaal stil gezeten. Hè? Er is heel weinig doorgegaan dit jaar. En niet alleen bij mij, maar bij heel veel andere mensen. De Theremin bestaat 100 jaar. Ik had daar dit jaar met video's wat meer mee willen doen. Ja, dat is allemaal een beetje in de soep gelopen. De familie Theremin die had een speciaal festival in gedachten. Waar dus meer aandacht zou zijn voor het 100 jaar bestaan van de Theremin. Ja, is allemaal niet doorgegaan vanwege de coronavirus. En de lockdown, want we hebben niet alleen maar een Nederlandse lockdown gehad, maar overal in de wereld. En het is nog steeds aan de gang. Dus ja, maar ik heb niet heel stil gezeten. Want ik heb begin mei al op Facebook gepost, op mijn vriendenpagina, op mijn eigen pagina, dat er een heel interessant, leuk, superleuk Theremin projectje op mijn pad is gekomen. En dat ik daar dus op mijn verjaardag te horen van heb gekregen. En ik heb dus op Elmo's verjaardag, op 8 september, heb ik dus nog niet het resultaat daarvan gezien, maar dus wel het voorproefje. En daar kunnen we even naar gaan kijken. Ik denk dat we een bepaalde verwondering bij de jury willen.
opwekken. En dat is mooi samengevat wat elke Got Talent Act wil bereiken. Prachtig! Dankjewel. De zenuwgieren dommelen. Vet. Het is een magische act. Acrobatische, spectaculaire en andere nieuwe acts in Holland's Got Talent. Zaterdag om 8 uur op 4. Nou ja. Jullie hebben het wel gezien, natuurlijk. Het superleuk Termin projectje waar ik dus niet zoveel over kon vertellen. Omdat ik ook niet helemaal zou weten hoe dat zou gaan lopen. Maar ja, dat is natuurlijk dat ik dit jaar auditie heb gedaan bij Holland's Got Talent. En het was een hele boeiende ervaring. Ik kan er niet te veel over verklappen. Want dat is de verrassing ervan af, hè? Dus dat gaan we gewoon niet doen. Ik kan er niet te veel over verklappen, maar wat ik er wel over kan vertellen is dat mijn auditie komende zaterdag te zien is bij RTL 4. Om 8 uur begint het tot 9:30. Dus allemaal kijken komende zaterdag naar Holland's Got Talent op RTL 4. En om 8 uur 's avonds. En verder ga ik lekker niks verklappen.